Als patiënt Fons aan het eind van de ochtend aankomt, is hij al verdoofd. De 41-jarige chimpansee wordt eerst gewogen en dan geschoren. Want de bedoeling is dat de sterilisatie van de aap weer ongedaan gemaakt wordt en dat Fons voor nakomelingen gaat zorgen. Fons is een West-Afrikaanse chimpansee, alleen in de tijd dat hij gesteriliseerd is, wisten we dat niet zeker. En daarom is hij gesteriliseerd. Nu weten we het wel zeker, doordat de testen beter zijn geworden. En we willen heel graag dat hij nakomelingen weer gaat voortbrengen hier. Het is best een ingewikkelde operatie en daarom heeft Burger Zoo de hulp ingeroepen van urologen van het Rijnstatenziekenhuis. Dat maakt u natuurlijk niet elke dag mee, hè? Nee, nogal niet. Dus we waren ook wel wat verrast toen het verzoek kwam. Maar toen er uitgelegd werd door de dierenarts waarom dit verzoek er kwam, hebben we natuurlijk daar heel graag onze medewerking aan willen verlenen. De kans dat het fonds ook daadwerkelijk lukt om nakomelingen te krijgen is niet groot. Het is inderdaad wat spannend. Maar goed, we gaan ons flinke best doen om het maximale resultaat uit te halen. Nou keek ik net even. Hij werd geschoren. Wat een klein piemeltje. Ja, maar gelukkig dat piemeltje dat verandert als er seksualiteit wordt bedreven. En de ballen zijn dan weer wat groter. En daar zitten we vandaag het meest op te wachten.